Hey, hallo en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Feyenoord vlog. Dit is de wedstrijd Feyenoord Roda JC. De video begint met een stukje wat ik opgenomen heb met mijn mobiele telefoon. Omdat ik had verder alles bij me, behalve een SD-kaart. Die was ik vergeten en die lag thuis. Dus ik kon niet filmen. Dus het begin heb ik met de telefoon opgenomen. En later toen ik in de Kuip aankwam, heb ik een SD-kaart mogen lenen van Joost. Natuurlijk van gewoon Joost. Met dank dus aan hem dat ik toch nog eventjes een ongeveer drie kwartiertjes, half uurtje, drie kwartier heb maar kunnen filmen. En een leuke vlog toch heb kunnen maken, hopelijk. In ieder geval, dit is de Feyenoord Roda vlog. Ik wens jullie allemaal veel plezier met kijken. Kijk weer naar een nieuwe vlog. Ik heb het probleem dat ik mijn camera meegenomen heb, maar ik ben de SD-kaart vergeten. We zijn onderweg naar Feyenoord voor de wedstrijd tegen Roda JC. En ik ben samen met Ramonski. Korte vlog dus. Ik heb maar 35 minuten en 45 seconden om te filmen. Ik ben als een gek ben ik bezig om allemaal bestanden op mijn telefoon leeg te maken om genoeg te kunnen filmen, maar jullie moeten het even voorlopig hiermee doen. Het is niet anders. Ik ben helaas mijn camera heb ik wel bij me, maar mijn SD-kaart niet, dus ik kan niet filmen. Dus ik spreek jullie allemaal dadelijk in de Kuip.
drama gehad. Oh, wacht, even overnieuw. Ja, zeg het toch eens. Weet je waarom ze zo fel zijn? Nou, dat ze voor de wedstrijd zijn kroket van hem kwamen. Oh, daarom zijn ze zo lekker fel. Daarom zijn ze zo lekker fel. Beetje kroket. Je kroket. Ja, net voor de wedstrijd stond een reclame van Kokkenboog. Hey Michiel! Ja! Oh. Ik zeg, doe mij maar een broodje. Een broodje die goed kramen, zei ik er tegen ze. Ja, dat is lekker. Ja, doe mij maar een broodje begin, hè, zei ik. Ja, dat is lekker. Ja, die vond ze heel lekker. Ja, nou, een broodje kaas of kroket. Ja, ja. Thank you.
Wat heb jij daar? Een broodje. Wat voor broodje heb jij? Een kroketje. Een kroket heb ik, hè. Dat is ook mooi, hè. Nou, broodje. Hey, Michiel Kramer. Broodje kroket eet in de rust, hè. Ja, moet me kunnen. Geen broodje kroket eet in de rust, hè. Ja, moet kunnen. Ik heb gehoord dat hij op het veld nog gaat lekker dus smaakt. Broodje kwekkenboom. Lekker broodje kroket hoor. Ja,
Dat was een mooie, hé. Dat was een mooie. Zo. Dat deed hij mooi, hoor.
nooit in het snelle trein. Pokémon! Tu-tu-tu-du-du-du. Tu-tu-tu-du-du-du.
Ze reed tegen. Ja, want ik ben zo bang dat ik mijn camera gelijk weer alles weer kwijtraak. En we hebben gewonnen met 5-1. Ja, dat sowieso. En gewonnen is helemaal blij. Ja, ook mooi. En ik ben blij. Ja, dat inderdaad zeker niet. En we gaan nu naar huis toe. Ja, en ik vond dat ook vooral. Oh god, er komt. Oh nee, hè, achter je. Achter je. Achter je. Daar heb je hem in de camera. Nou, doei! 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 Doei, doei, punt! Oh nee! Zo, en ik ben inmiddels weer thuis en het is inmiddels 2 uur. En ik wou de video gaan editen en waar kwam ik achter? Ik had nog helemaal geen outro opgenomen. Geen einde van deze vlog. Ja, een beetje chaotisch allemaal. Ja, mijn SD-kaart had ik laten liggen. En ja, toen heb ik bestanden weggehaald. Ik heb 1 bestand op een gegeven moment met mijn mobiel opgenomen. Dat was het allereerste stukje. En ja, daarna was ik in de Kuip aangekomen. En toen mocht ik een SD-kaartje van Joost lenen. Dus nog bedankt Joost. Voor, ja, voor het lenen van de SD-kaart. Je krijgt hem zo snel mogelijk weer terug. En heb ik een stuk opgenomen. Het is ongeveer een half uurtje geworden, zag ik ongeveer. Met dit, dit moet ik er nog achter plakken. In ieder geval, ja, hartstikke bedankt. Dank aan Joost. Van gewoon Joost voor het lenen van de SD-kaart. Nou, dit was de vlog. Het is inmiddels dus, ja, alweer een paar uur verder. Maar we hebben dus de wedstrijd met 5-1 gewonnen. Jullie hoorden het. En ik zou zeggen, dit was de vlog van Feyenoord tegen Roda. Was een beetje kort. Maar ja, in ieder geval heb ik nog wat leuke doelpunten en wat leuke beelden laten zien. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe dat duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes allemaal. Doedels. En ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal. En jullie weten het. Skabadi, skabadoe. Skabadabadoe.